Hier op de Morseweg vond vanmorgen een dodelijk ongeval plaats. Een vrachtwagen botste daarbij frontaal op een personenauto. Hulpdiensten kwamen vrij snel ter plaatse, maar konden voor de bestuurder van de personenauto niets meer doen. Het slachtoffer, een 58-jarige man uit Stiens, overleed ter plekke. De politie heeft de hele ochtend onderzoek gedaan, maar kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeluk. Vanmorgen kreeg de brandweer een melding dat er in de Harmonie brand was uitgebroken. Maar bij aankomst bleek het allemaal wel mee te vallen. Een lasbedrijf was bezig op de vijfde verdieping bij een installatie en tijdens het lassen was er brand ontstaan. Medewerkers van de Harmonie hebben daarop zelf de brand geblust. Ondertussen kwam de brandweer wel te plaatsen, maar die hoefde niet zelf in actie te komen. Of en wat de schade nu precies is, wist de Harmonie-medewerker nog niet te zeggen. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. In restaurant Het Kofschip, hier in Grauw, worden vanaf komende vrijdag zogeheten theaterdiners gegeven. Voor een bepaald bedrag kunnen mensen dan komen eten, terwijl ze ondertussen worden vermaakt met een theatervoorstelling. Dat blijft geheim. De voorstelling heet De Bruiloft, dus mochten mensen interesse hebben, graag nog even reserveren. Dan kunnen ze het zelf zien. Wat staat er op het menu? Ook nog een verrassing. Nou, mensen gaan eerst lekker rustig aan tafel zitten, krijgen een drankje. En ja, dan met een klein half uurtje gaat de voorstelling beginnen. Ja. Terwijl ze zitten te eten? Ja, klopt. Entertainment tijdens het diner. Een surprise-avond voor klanten die eens iets anders willen dan gewoon uit eten. Het idee ontstond een tijd geleden en kwam uit de koker van de chefkok van het restaurant. Onze nieuwe chefkok, Frans Tjeerd van der Wal, die heeft in een eetcafé in Leeuwarden gewerkt en die had het vaker meegemaakt met het entertainmentbureau van Ravenstein. En zo zijn we op het idee gekomen en met hun om tafel gegaan. Is dit nu iets waarvan je vermoedt van oké, dat gaat lopen, dat gaat werken voor hier in Grauw? Nou, misschien moeten mensen er even kennis van krijgen, moet het even op gang komen. Maar we denken zeker dat het gaat lukken, omdat het toch iets is wat nog ontbreekt in Grauw. Voor wie interesse heeft, goed nieuws, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ze kunnen zeker nog terecht en kosten zijn €47 per persoon. Dan heb je 4 gangen diner en entertainment, wel exclusief de drankjes, dus dat komt er dan nog bij. Maar zeker de moeite waard, lijkt mij. Woensdag is er weer een nieuwe Leo Vandaag Extra. Dit keer een portret van muzikus, producer en manager Rudy Land. Hij vertelt over nu en zijn toekomst. Hoe is het hem gelukt om te staan waar hij nu staat en wat inspireert hem? U hoort en ziet het komende woensdag na het avondnieuws van 6 uur in een nieuwe Leo Vandaag Extra. Morgen gaan V&D en de bonden opnieuw om tafel om te praten over de loonkorting van 6% die de warehuisketen wil doorvoeren bij haar personeelsleden. De bonden laten weten positief te staan tegenover het feit dat er gesproken wordt, maar houden een slag om de arm als het gaat om de uitkomst van het gesprek. Eerder oordeelde de rechter na een kort geding dat V&D het salaris van werknemers die lid zijn van de vakbond niet mag verlagen, maar de bonden willen nu dat V&D dat dan ook toepast op werknemers die geen vakbondslid zijn. Bij V&D Nederland werken rond de 5000 medewerkers, bij de vestiging in Leeuwarden zijn het er ongeveer 115. De 4 fietstunnels onder het Drachtsterplein hebben vanmiddag allemaal een naam gekregen. Vanaf nu zijn er de Teernsertunnel, de Huzemertunnel, de Mellensertunnel en deze, de Abbingatunnel. Nu de tunnels deze naam hebben gekregen, is het voor hulpdiensten gemakkelijker om de goede aanrijroute te krijgen wanneer er iets gebeurt in een van de tunnels.